En naast zanger ben je tegenwoordig ook ondernemer, hè? Ja, ik ben een beetje toekomstplanning. Ik heb toch een klein beetje een droom waargemaakt samen met mijn vader. Gaan we nu chalets bouwen op camping. Ja, zo leuk. Om naast zingen ook iets anders te doen. En je maakt iets met je handen. En met twee kinderen zijn er alle twee ook technische jongens. Die hopen dat ze later daar ook een bestaan uit kunnen halen. De eerste is gemaakt voor een gezin. Waarbij twee slaapkamers. Dus een kinderkamer en een volwassenkamer. En een douche. En een grote kamer. En de andere wordt alleenstaande of twee personen. En met alle luxe voorzien. Nou, ik zou zeggen, vertel even het adres waar ze je het kunnen vinden. Je kunt me vinden op Zeppelinstraat 4A in Ogeveen. Ik blijf lekker op het podium staan, want zingen is voor mij wel op de eerste plaats natuurlijk mijn gezin. Daar ben ik ook bezig met mijn kleine onderneming om een chalet te gaan maken. En als ze dat leuk vinden, dat is nog even afwachten natuurlijk. Als ze niks aanvinden, dan mogen ze ook andere dingen doen. Maar ik heb kansen gekregen van mijn ouders om een cd te maken. Er waren natuurlijk de aanstichters van het geheel waar ik nu mee bezig ben. En ik wil graag een klein beetje... daaraan denken. En ook bewust gekozen na afgelopen jaar om bewust iets minder te gaan doen. Maar ik blijf wel door Nederland crossen om optredens te doen, ja zeker.